Hallo YouTubers en Facebookers, Joshua Hanning van FutureMoors hier. Vorige week postte ik een foto op Facebook met dit rekje met al mijn keepers van dit jaar. Dus alle rattenslangen die ik heb gekweekt en wil houden. Of een enkeling heb ik gekocht. En daar kreeg ik best wel wat reacties op, hè, of dat te veel of te weinig waren en dat soort dingen. Maar toen dacht ik, nou, waarom zou ik ze niet aan jullie laten zien in deze nieuwe video? Ik heb namelijk best veel video's op mijn YouTube kanaal, maar eigenlijk de laatste tijd denk ik weinig gemaakt van de diertjes die ik heb. Dus... of ze stil gaan zitten, dat is nog te bezien, maar we gaan gewoon eens beginnen. Zo doe ik trouwens labelen, zien jullie ook meteen. Dit is gewoon een kartonnen kaartje waar ik mijn pen op schrijf en er zit met tape overheen, dat het meteen een soort watervast is. Dus het is een diertje uit 2017, het is een vrouwtje en ze komt uit nest nummer 7. Dus daar kan ik dan altijd aan de hand van 2017, nest 7, kan ik terugzoeken wie de ouders waren. Het is een Honey Head Hippo, dus een caramel sunkist. En het is een possible head striped. Ik heb namelijk de moeder gekocht als 100% head striped, maar er is er nooit een gestreepte baby uitgekomen. Dus ik betwijfel een beetje of ze dat is. Maar, wop, kijk, die zien er zo uit. Ik zal het kijken, gaat daar voor boven ook. Oh, dat gaat ook best goed. Dus dit is een heel druk getekende, moet ik zeggen. Maar deze lijn sunkist is wel zo heel druk. En dan met karamel erin. Ik ben zelf een karamel fan, zoals jullie misschien wel weten. Dus alles met karamel is eigenlijk toch wel stiekem leuk. Dit is eigenlijk zijn zusje, maar dan met een hippo ook. Dus dit is eigenlijk een amber sunkist en dat noemen ze dan een lemon. En het is ook nog eens een supermask. Dan vragen mensen wel eens van wat is supermask dan? Nou, je ziet het een beetje aan de kop. Ze hebben een beetje zo'n grijzig skullkoppie. Dan ga ik alleen eens even kijken of dit gaat lukken zonder dat ze helemaal in de stress raakt. En supermask, kijk, die hebben ook helemaal een witte buik zonder patroon. En de zijkanten zijn ook wat, vervaagd. Dus... vroeger dachten we vaak dat dit diffused was, dus bloedrood. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar dit is dus een supermask. Ah, nou, die ligt in velling. Maar dit is een mannetje, een honey, dus ook karamel. Sunkist. Ook een mask als je het zo aan zijn hoofdje zou zien. Maar, als je het buikje ziet... kijk, sowieso is het geen supermask, hè, dan kun je mooi het verschil zien. Dit is met zwart. En als het een mask is, dan hebben ze een streepje in het midden. Maar heeft deze wel een beetje... maar niet heel overdreven duidelijk. Ik zal direct wel eens een betere laten zien. Dus het zou ook nog een honey... of dit is denk ik een honey mask. Alleen het is niet de meest duidelijke. Nou, dan gaan we naar nest 11. Kijk, het gaat hard. Die andere was eigenlijk nest 9 trouwens. Maar, wop. Ook grappig vind ik zelf. Dit is namelijk Buff Caramel. Wacht, ik ga een beetje zo. Dan hebben we iets beter licht, denk ik. Buff Caramel Strijd. Maar dit is uit mijn highway lijn gestreepte. Dus een normale streep. Ja, ik heb maar één hand. Sorry, slangetje. Wacht. Ga plat liggen. Kijk, een normale streep begint zo. Hè? Dat heeft deze ook zo. Twee strepen in de nek. Alleen bij deze, kijk, gaat het vanaf hier zo over naar een soort highway. Hè? Dus een snelweg met al die streepjes die precies in het midden staan. En ik kweek er elk jaar wel een aantal mee. Dit is het eerste jaar met buff erin, moet ik zeggen. Maar, en ik probeer dus echt van voor tot achter op streepje, 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 streepje te gaan krijgen uiteindelijk. Deze ook wel een hele coole, vind ik zelf. De enige die ik heb gekweekt dit jaar. Maar is een Scalus Anneri Tessera. Maar echt bizar hoe dat die qua kleur wordt. Dat is bijna paarsig. Oh, waar ga je heen? Kijk. Want vergeleken met het zusje, Anneri Tessera Head Scalus. Kijk, wel in vervelling. Maar dit is een normale Scalus tekening. Met zo'n dun streepje in het midden. En dan een beetje wirwar. Maar dat mannetje is echt één grote brede streep. Maar daarom blijft hij ook. Hè? Nou, dit niet de meest spannende om te zien. Althans, het is een amber. Dus een caramel hippo. Maar die is het Motley en possible het Scalus. Dus als ze nou het Scalus blijkt, dan kan ik naar de Amber Motley Scalus. Daar heb ik al best wel wat dieren van, maar ik dacht, ach, een extra beestje kan nooit kwaad. En dit zijn twee zusjes ervan. Die zijn al wat leuker, vind ik zelf. Dit is een Scalus. Met wat schubjes nog. Dat is het. En dit is een Hippo Scalus. Hippo Scalus vind ik wel echt heel mooi om te zien. Daar heb ik vorig jaar ook gekweekt en ook wel van gehouden en zo, maar... dan maakt ze nog lichter. Scalus maakt alles al heel fel gekleurd, maar dan met hippo toch wel leuk. Dit is een beetje, dat klinkt heel stom, waar ik eigenlijk niet al te veel misschien aan de kweek mee heb, maar dat is heel apart. Misschien hebben jullie stiekem al op het labeltje kunnen kijken, maar het is een amber uit een Red Factor lijn. Maar ik zal eens kijken of ik wat beter... ik kan de kleur niet helemaal thuis brengen. Het is geel, hè, dus je ziet dat het karamel is, maar een karamel heeft eigenlijk nooit zo dat roest bruinigen. Ik heb vorig jaar... Butter Red Factor zorg houden. Die worden echt heel felgeel.
Maar ik was gewoon benieuwd hoe dit wordt. Het zat maar één mannetje in het nest, helaas. Dus ja, het is een mannetje wat ik hou. Ik zeg, ik heb hem misschien niet echt nodig, maar gewoon benieuwd hoe dat hij gaat worden. Nou, dit ook in vervelling, maar een Ghost Motley. Aan de ene kant een Ghost Motley, niet al te spannend, maar ja, ik weet niet, een hele rare lichte kleur heeft ze. Dus ik dacht, ach, hè, Ghost Motley, niet meespannende, maar als ze nou nog eens het Caramel Amel Terrazzo blijkt, is het toch nog een grappig beetje. Ook leuk, kijk. Lavender Tessera Mask. Eerste jaar dat ik Lavender Tessera kweek. En ik ben niet ontevreden. Ik ben ook wel een beetje wel Lavender fan, maar niet met alle combi's vind ik het mooi. Maar ja, Lavender Tessera is toch wel iets wat op mijn lijstje stond. Dus ik heb er gelukkig een aantal kunnen kweken. Dit is een mannetje. En even spieken. Dan heb ik hier nog uit een ander nest een Hypo Lavender Tessera. En dat is een vrouwtje. Ja, Hypo Lavender is gewoon mooi. Dan zit ik alleen te denken, ik heb pas een paar beesten laten zien en we zitten al bijna op 6 minuten. Ik ga nog heel even door en dan knip ik de video wel in 2 voor jullie. Dat is misschien fijner. Nou ja, onder het mom, als jullie het weten, dan moet je het maar zeggen. Dit is een, moet ik het even goed zeggen, ja, een broertje van die Lavender Tessera. Dit is sowieso Hypo Lavender en Motley, maar het zou dus ook nog een Tessera kunnen zijn. Het is namelijk wel een hele rare Motley, maar ja, een Motley Tessera wordt normaal helemaal gestreept. En deze is bijna helemaal patroonloos, dus ja. Geen idee zeker wat het is. Maar ook weer, die houden we dan maar. Ja, ik vind het zonde om dit te verkopen als Hypo Lavender Motley. Als het straks een Hypo Lavender Motley Mask Tessera het aanbod blijkt of zo. Dus, nou, iets minder spannend. Maar wel handig om erbij te hebben. Hypo Tessera het Lavender. En ook Amel. Dus kunnen we Hypo Opals meemaken. Nou ben ik niet de grootste Opal fan over het algemeen. Maar Hypo Opals zijn wel meteen weer mooi. Dus vandaar is een Hypo Tessera natuurlijk altijd handig. En ook weer uit een ander nest. Een Tessera. Het Opal. Dat je zegt, ja, maar Joshua, net had je het over Hypo. Je zit toch geen Hypo in? Nee, het is wel een possible uit Hypo. Maar het gaat me bij dit vrouwtje vooral. Ze is heel rood. En kijk, ze heeft een heel apart buikje. Een rare streep, zeg maar. Oh, blijf. Dus, nou ja, die rode kleur in combinatie met, nou ja, met dat rare buikje. Dacht ik, nou, dan mag ze toch blijven. En ik zeg, er zitten vast diertjes bij waar ik misschien na een half jaar of een jaar denk van, nou, ik doe ze toch maar weg. Maar op het moment vind ik ze gewoon te leuk om weg te doen. Nou, ga ik nog heel even gauw verder. Ook niet alles spannendste om te zien. Ook weer een amber. Daar heb ik hier nog een mannetje van, een broertje. Maar kijk, dan zien jullie meteen de rest. Het is namelijk Amber Mask ook weer. Het Sunkiss Lavender Motley. Dus daar heb ik ook wel vrouwtjes van. En dat kan natuurlijk wel heel leuk worden. Amber Lavender is mooi, maar Sunkiss is cool. Sunkiss met Motley is cool. Lavender met Sunkiss is cool. Dus hier komen eigenlijk, nou ja, bijna alleen maar leuke baby's uit, ga ik denken. Daar heb ik dus ook nog 3 vrouwtjes van. Een Mask met al diezelfde heads. Een Caramel met al diezelfde heads. Oh, ligt in vervelling. En deze ligt niet in vervelling. Maar die heb ik wel in mijn eigen licht gaan staan. Kijk, dan kunnen we hier het Mask buikje ook laten zien. Een Mask heeft echt zo'n ja, patroonloos streepje op de buik, zeg maar. Oh, wacht. Zo. De Mask, niet het meest allerspannendste gen wat er is misschien. Oh, zo, maar, ach. Nou, dat was deel 1. Dan kan ik dit gewoon uploaden. En dan komt er heel snel ook een deel 2 achteraan. Maar dan hoeven jullie niet in één keer 3 kwartier naar mij te luisteren als je daar geen zin in hebt. Tot deel 2, zou ik zeggen.